Dag beste leerling, om verder te kunnen met de laatste reeks oefeningen uit hoofdstuk 13, de inleidende oefeningen van de rekenbladen, laat ik je nog sortering en bladbeveiliging zien. In eerste instantie sortering. Waarom? Omdat we in een rekenblad aan het werken zijn, kunnen we ook eenvoudig sorteerfuncties gaan gebruiken. Dit zijn een reeks willekeurige getalletjes. Ik zal misschien even via beeld de rasterlijnen wegzetten. Dan zie je dat wat duidelijker. Een willekeurige reeks getallen die ik bijvoorbeeld oplopend of aflopend wil gaan sorteren. Twee mogelijkheden. Ofwel gebruik je boven de knoppen, sorteren, oplopend en aflopend. Ofwel gebruik je gegevens en dan hierboven staan diezelfde drie knoppen in verband met de sortering. Wat is het verschil? Oplopend sorteren en sorteren. Wat is daar het verschil tussen? Bij sortering kan je zelf alle mogelijkheden nog kiezen. Dan krijg je een keuzevenster. Bij oplopend sorteren, dus bij gegevens oplopend sorteren of het knopje hier van boven, oplopend sorteren, gaat hij zonder iets te vragen, gaat hij zelf die hele getallen oplopend sorteren van klein naar groot. Dus dit is terug gewoon aflopend en dat doet gewoon natuurlijk het omgekeerde. Ik zal ook het eens eventjes laten zien met het keuzevenster. Dus als je kiest voor het knopje sorteren, dan krijg je de keuzevenster. Hij vraagt op welke kolom wil je gaan sorteren. Ik heb hier maar één kolommetje geselecteerd, dus kolom B. Ik wil aflopend sorteren, je drukt op OK en dan gaat hij aflopend sorteren. Hier heb ik speciaal wat namen met bijvoorbeeld volgnummers of huisnummers gezet en de kleurtjes erbij. Waarom? Stel hij zegt ik wil gaan sorteren hier op die voornaam, dan moet hij natuurlijk gaan rekening houden met het huisnummer of het volgnummer en de achternaam. Doe je dat niet, dan krijg je dit. Stel dat ik op sorteren oplopen druk en je kiest gewoon ik wil gaan sorteren op de huidige selectie. Dat is de voornaam. Dus ik wil oplopend sorteren op de voornaam. Als ik dat ga doen, dan ga je natuurlijk nieuwe namen krijgen. Dus waar Bart eigenlijk Bart Verstappen was, zie je nu duidelijk dat dat Bart Slegers geworden is. Nu, voor degenen die niet zo snel op OK drukken, als je deze tekst leest, dan zegt hij zelf opgepast. Er staan links en rechts nog waarden. Wil je die niet mee selecteren? Dus wat is de tip eigenlijk altijd? Selecteer het hele bereik. Ga dan op de sorteerknop drukken, deze, en kies dan je sorteersleutel. Stel dat ik zeg kolom C, de voornamen, dus ik wil eerst op de voornamen sorteren. Als tweede instantie bijvoorbeeld, stel dat ik dezelfde voornamen zou hebben, dan kan ik ook nog eens op de achternamen sorteren, bijvoorbeeld aflopend. En als laatste, die sortering is natuurlijk ook nog mogelijk. Je drukt op OK en dan zie je dat die de hele tabel eigenlijk gaat in de juiste, op de juiste manier sorteren. Hè. Dus de voornamen en de achternamen blijven samenstaan. Ik ga je dit ook laten zien. Stel dat je dit mee selecteert, die voornaam en naam, kalk en ook Excel. Probeer zo slim te zijn om te kijken of die eerste rij die hier staat, of dat de naam is van de kolom. Dus waar dat je dat hier, ik zal het laten zien, dus op sorteren nog kolom C, kolom D krijgt, gaat als de opmaak een klein beetje anders is, kalk al erkennen dat die eerste kolom niet kolom B en kolom C zijn, maar voornaam en naam. Hoe komt dit, of hoe kan je dit oplossen, moest je dit niet krijgen? Bij het tabblad opties staat dan bij dit vakje bereik bevat rijkoppen. Als dat uitgeschakeld staat en je gaat dan naar de sorteercriteria kijken, dan snapt hij die rijen inderdaad niet meer. Zo, ik heb eens eventjes, ik moet even goed gaan kijken of ik het juist doe. Ja. Dus bereik bevat rijkoppen. Als je die uitlaat, dan kan je niet meer eenvoudig gaan sorteren. Je drukt op OK. En hier heeft hij de voornamen of op de namen gesorteerd. Even opnieuw doen. Ongedaan maken. Als ik dit gewoon selecteer, dan is er natuurlijk nooit een probleem. Stel dat ik zeg, ik wil gaan sorteren eerst op de achternaam. Want ik heb een aantal dezelfde achternamen. Dus kijk, hier zegt hij, dat is kolom B. Dus dat klopt niet. Kolommetje C. Ik wil op achternaam sorteren, oplopend. En daarna op de voornaam oplopend. Oké, dan gaat hij dat juist doen. Een andere mogelijkheid was die woorden mee gaan selecteren. Je drukt sorteren. Je duidt kolomkoppen aan. En dan kan je bij de criteria eenvoudiger zeggen. Het gaat over de voornaam en de naam. Dus eerst een keer sorteren op de naam. En dan op de voornaam. Oké. En je krijgt dezelfde mogelijkheden. Dus goed opletten met dit stukje. Dat is het enige waar je op moet letten bij opties. Of je deze knop hebt aangedrukt. Ja of nee. Dan een laatste stukje in verband met de bladbeveiliging. Wat wil ik hier? Dat mensen hun voornaam, hun achternaam en hun klas kunnen gaan ingeven en dan de score gaan proberen op te lossen van deze oefening. Nu, wat mag er dan niet gebeuren? Iemand mag niet hier ook dingetjes kunnen typen. Dus ik wil die dingen gaan uitzetten, ik wil dat beveiligen. Vreemd, maar ieder blad, of iedere cel, sorry, in een werkblad is standaard beveiligd. Ik ga het laten zien.
rechtermuisknop cellen opmaken, dan zie je dat hier in het laatste tandblad celbeveiliging de beveiligd altijd aanstaat. Dus op iedere cel, dus ik zal er eens een aantal selecteren, cellen opmaken, ga je zien dat die beveiligingsstandaard aanstaat. Stel dat ik zeg, ik wil dat hele blad, ik zal het voor de duidelijkheid even een ander kleurtje geven. Dus ik maak dat bijvoorbeeld roze. Geen probleem. Oei, dat is wel fel. En ik zet hier bijvoorbeeld naam. En daarachter klas. Zo. Ik zal ze aan de rechterkant gaan plaatsen. Ik zal ze ook wat groter inzoomen, zodat je het wat duidelijker ziet. En ik wil hierachter twee witte vakjes. Dus ik duid ze even aan met de ctrl-toets. Ik maak daar geen invulling van de kleurtjes in. Hier zouden bijvoorbeeld mensen hun naam en hun klas mogen kunnen schrijven. Ik zal het ook even centreren. Zo. En die twee misschien allebei centreren, vet en cursief, zodat het wat duidelijker wordt. Alleen hier mogen de mensen iets ingeven. Wat doe ik dan? Altijd twee stappen. Zet van de cellen die je wil kunnen invullen, de beveiliging af. Dus ik selecteer die twee cellen, druk rechtermuisknop, kies cel opmaken en doe dan de beveiliging uit. Druk op OK. Daar verandert nog niets, want hier kan je iets invullen en daar kan je wat invullen. Dus op zich is daar niks aan veranderd. Zo, eventjes eruit gaan. Dus wat moet ik nu doen? Op de rest van mijn blad moet ik de bladbeveiliging aanzetten. Dat doe ik via extra en dan hier dit knopje bladbeveiligen met het sleutelhangertje of het slotje bij. Dus als ik dit kies, kan ik een wachtwoord kiezen. Bijvoorbeeld Lyceum, Lyceum, zo. En dan moet je goed gaan kijken wat dat de mensen toch nog mogen kunnen doen in het werkblad. Moeten zij beveiligde cellen gaan selecteren, niet beveiligde cellen gaan selecteren of de andere opties? Nu, wat moeten ze in dit geval kunnen? Ze moeten altijd de niet beveiligde cellen kunnen selecteren, maar de beveiligde, daar moeten ze vanaf blijven. Dus ik zet dit vinkje uit, ik druk op OK. Dat blad is beveiligd, want als ik nu hier klik, ik probeer te klikken, maar dat lukt niet. Mensen kunnen alleen in deze twee cellen nog ingaves doen. Dus dat is de bladbeveiliging. Wil ik die terug afzetten, zeg ik van, ik heb hier een schrijffout gemaakt of zo, dan moet je eerst via extra bladbeveiliging, zie je dat het sleuteltje ingeschakeld is, moet je het wachtwoord kennen. Als je er een ingegeven had, Lyceum, je drukt op OK. Vanaf nu is die bladbeveiliging terug uitgeschakeld. Dus twee stappen. Stap 1. Zet van iedere cel die je niet wilt veranderen, de celbeveiliging af. Oh, deze bijvoorbeeld. Hè. Dus hier moeten ze wat dingetjes in kunnen aanpassen, de beveiliging af. En ga dan op de rest van het blad de bladbeveiliging aanzetten. Eventueel met een wachtwoord en de juiste opties beneden. Zo. Dan kan je verder aan de laatste oefeningen van de reeks 13. Veel succes!